kunststoffen en polymeren, wat kunststoffen zijn. Poly stond voor veel en het vorige filmpje, als je dat nog niet hebt gezien, kan je daar dus zien, ging over additiepolymerisatie. Nu gaan we met condensatiepolymerisatie aan de slag. Condensatie, denk aan condens. Condens, watervorming, water komt vrij. Ja. En wanneer kwam water ook weer vrij? Dat hebben we vorig jaar hebben we dat gehad bij de vorming van esters. Ja. En die esterverbinding was dit, een cederbogronde O en een zuurstofatoom die een volgend koolstofatoom bindt aan dus dit koolstofatoom. Ja. Die estervorming gebeurt dus ook door condensatie. Wat hebben we daarvoor nodig voor die esters? Daar hadden we een zuurgroep nodig, cederbogronde OOH, en een alcohol, een hydroxidegroep. En dan hebben we dus dat water kan afsplitsen en dat we die DCC met DO en DC verbinden door een condensatie. Ja, als we de andere kant op gaan, ja, dus als we een ester willen openknippen en daar weer een zuurgroep en een hydroxidegroep of een alcohol van willen maken, dan zijn we het aan het hydrolyseren, oftewel verteren. Denk aan vetvertering, ja, hier in je binas, vetvertering. Of denk aan de vertering van eiwitten. Ja, dat zijn hydrolysatie-reacties. Goed, twee voorbeelden en een rekenvraagstuk. We gaan kijken naar polymelkzuur. Dit is melkzuur, 2-hydroxide propaanzuur. En wat zien we? We zien hier een zuurgroep. We zien hier een hydroxidegroep. En we gaan dus die zuurgroepen met de hydroxidegroepen laten reageren. Dat doen we op de volgende manier. We gaan zorgen dat die in één lijn liggen. Dus ik ga dit molecuul iets omdraaien. Ik ga deze hydroxidegroep hier aan het uiteinde plaatsen. En dus laten wisselen met die methylgroep. En mijn zuurgroep staat al zeg maar goed getekend. En deze, je ziet dat ik hier deze zuurgroep, het OH-gedeelte van die zuurgroep, laat reageren met het alcoholgedeelte. En ik heb daar een rood puntje in gezet. Waarom? Omdat het rode puntje, ja, dat komt hierin terug. Dus het is, het zuurstofatoom van alcoholgroep die hier in dat polymelkzuur terecht komt. En het is dus dit zuurstofmolecuul wat in mijn water terecht komt. Goed, dan heb ik hier een deel, ja, van mijn polymelkzuur. Bestaat uit 2 monomeereenheden getekend. Nou, en hierin zie je dus mijn esterverbinding weer. Goed. Tweede voorbeeld. Een polyester in kleding. En daarom draag ik dit mijn favoriete renshirt. Ja, mijn renshirt. In tegenstelling tot de kleren die ik nu aan heb. Bestaat uit polyester. Wat is polyester? Polyester is polyethyleentereftalaat, oftewel PET. Jawel, hetzelfde PET als in de PET-fles. Ja, die polyester zit dus ook in je kleding. En waar komt er nou een polyester vandaan? Nou, het is een ester. Ja, die binding is een ester. Polyviel, dus het is een hele lange keten van esters. Dat is een beetje raar, polyester. Ja, want het is dus polyethyleentereftalaat. Maar hier zeggen we dus een polyester. Een polyester, deze PET, dat is een copolymeer. Wat is een copolymeer? Die bestaat uit 2 eenheden. Dus dat is een dizuur, ja, benzene 1,4-dicarbonzuur. En een diol, etheen 1,2-diol. Deze dizuur en deze diol, die alterneren in die polyester. En die zorgen dus voor een hele lange keten. En ik heb hier 1 monomeereenheid getekend, waarin ik hier dus die dizuur heb, benzene 1,4-dicarbonzuur, heb ik getekend. En hier is na de reactie, de condensatiereactie, blijft dit over van mijn ethaandiol. Ja, je ziet die OH-groepen, die zijn weggereageerd, alleen die zuurstofatomen zijn er nog maar. En hier van die carboxylgroepen, ja, zijn die OH's ook weggereageerd tot water. Stel je nou voor, ik weet dat de gemiddelde molecuulmassa van PET is 1,0 × 10⁶ U, dus ongeveer 1 miljoen U. Hoeveel monomeereenheden bestaat dat PET-molecuul? Nou, dat kunnen we uitrekenen. Dan gaan we uitrekenen wat is de molaire massa, ja, van dit gedeelte. Of ik ga opzoeken wat is de molaire massa van mijn dizuur en mijn diol. Ik trek daarmee water af. Dan hou ik daar 192,164 U van over. Ja, dan deel ik die 2 op elkaar en dan zie ik dat dat 5204 eenheden zijn. Maar dan moeten we even onthouden, Ja. Die 192,164U, dat was de molaire massa van mijn dizuur, benzene dicarbonzuur, en mijn diol, mijn 1,2-ethaandiol, bij elkaar opgeteld. Dus dit zijn 5200 eenheden diol en 5200 eenheden van mijn dizuur. Ja, oftewel, in totaal zijn het 1,0 maal 10 tot de macht 4 eenheden. Ongeveer 10.000. Ja? Maar zo schrijven we dat op. Goed, we kunnen dus hiermee rekenen. Ja, we kunnen ook de andere kant op. Als je weet hoeveel eenheden het is, kan je de molaire massa uitrekenen. En dus zoals ik het nu heb gedaan. Polyesters, we hebben ook nog polyamides. Ja, daar kom ik een volgende keer mee. Daar is, dat is hetzelfde als een polyester. Alleen heb ik dan geen... OH-groep, maar een NH-groep. Ja, maar het principe blijft gelijk. Goed. Wil je subscriben? Dan kan je dat hier doen. Andere ideeën voor filmpjes die misschien nuttig zijn. Comments natuurlijk beneden. Hè? Dus laat weten wat je ervan vindt. En misschien heb je ook gewoon vragen. Kan ik allemaal beantwoorden. Ja, als je ze hieronder stelt. Heel veel succes!